net andersom kunnen zijn. Want de Treffers speelt ongetwijfeld in een hele sterke opstelling. Maar ook die van DVS mag er zijn. Alhoewel wel ontbreekt Benjamin of Maurice de Ruiter. En nu gelijk al de eerste actie van DVS 33. Maar Daniel van Warven krijgt de bal niet goed mee. En gelijk weer de volgende aanval van DVS. Koen Vloedgraven in stelling gebracht door Christian van Hussen. Die tikt daar Daniel van Warven. Daniel van Warven met de voorzet in de richting van Benjamin Roemion. En wat gaat hij doen? Hij gaat koppen. Benjamin Roemion, de eerste kopbal van Benjamin Roemion in een jaar of 10. Wie gaat hem nemen? De man van de overtreding, Boy van de Beek. Wordt nou natuurlijk een indraaier. Veel mensen die druk gaan geven. Maar die bal die komt niet hoog genoeg. En daar Jankovic. Maartsdorf. Mooie beweging. Christian van Hussen. Kan die er nog bij? Nee. Maartsdorf kan hem nog voorgeven. Maar vanuit een te moeilijke positie kopt de centrale verdediger. In de richting van de voorwaartse. En daar een overtreding. Basile Camara. Die moet nu gaan uitkijken. Dat is zijn tweede. In een korte tijd. Snel genomen, handig, tuurlijk. Sjoerd Ars probeerde te bereiken, maar Mark Bouwman had het goed gezien. Maar de voortzetting was niet goed. Oeh, Basiel. Die laat daar volkomen onterecht die bal gaan. Ballen op de stropdas hoor, van de keeper. Maar deze paas onzuiver. Nu, DVS. Roemion. Daar is strafschopgebied in. Tik die bal terug. Maar oh, net iets te hard voor Pilon. Die kreeg de bal net niet onder controle. Ook Daniel van Warven stond er nog. Basile Camara kopt de bal in de richting van Benjamin Roemion. Maar daar stond ook de treffersverdediger van Hussen. Prima. Gelijk ziet hij dat daar Olivier Pilon vrij staat. Koen Vloedgraven. Goal! Dit was een kans voor DVS. De tweede. Van der Beek. Ingooi. Van der Beek. Jankovic. Oh, daar komt Ars per ongeluk zomaar in balbezit. Zet die bal voor. En ja hoor, het is gebeurd. En een groot gejuich klinkt hier. Het is, dacht ik, Maartsdorf die hem op assist van Sjoerd Ars erin tikt. Lopen. Barry Powell. De vervanger voor Daniel van Warven. Waarmee DVS misschien toch iets meer stootkracht aan de dag wil gaan leggen in die tweede helft. Heel benieuwd hoe dat uitpakt. Toch heeft hij wel geleerd om te koppen. Oeh, daar, lage bal. En dat levert toch ook wel veel gevaar op. Deze leek ingestudeerd. Overstapbeweging van Barry Powell en Basile Camara. Die hem intikte, maar wel naast. In de richting van de tegenstander. Maar daar toch net op tijd Todori Velanas. Daar maakte Sjoerd Ars, ondanks dat hij die snelheid tekort kwam, toch nog de zaak net lastig genoeg om voor de tweede keer met een gevaarlijke voorzet te komen. Gebruik je snelheid. Zoek je tegenstander op. Vind Barry Powell. En daar! Bal op de paal! Oh, oh, oh! Dood en doodzonde. De keeper die liet die pegel van Barry Powell los. Koen Vloedgraaf. Maar nu. Toch misschien een uitbraak. Voor de treffers. Die uiteindelijk de wedstrijd gaat beslissen. Prima. Prima poging. Weer wederom. Nu. Hou die bal beter vast. Goed. Doorkoppen. Komt die bal daar. Todori Velanas. Nu. Schot. Ja! Hij zit erin! Julian de Ruiter! Ja, ja. Oh, wat is dit terecht. Wordt het toch nog een nachtwerk hier. Fantastisch. Volkomen verdiend. Mee aan Oktay, Oosturk. Maar lichte overtreding zou ik zo zeggen. Maar goed, scheidsrechter staat het toe. En nu ruimte, maar daar staat natuurlijk Basile Camara. En de nummer 18 doet alsof hij dood neervalt. En daar, prachtig. Daar, ja, ja, daar staat hij. Barry Power. Barry
is hem! In één keer op de plof. Wat een fantastische voorzet van Davius. En zo brengt Barry Powell Davius 33 op een 2-1 voorsprong. Ze laten absoluut ze nu dan zien dat ze uit het goede voetbalhout gesneden zijn. Nu aan de linkerkant proberen ze zo snel mogelijk het verloren gegaane terrein goed te maken. En daar bijna valt die bal erin. Maar Langeveld, Tjeu Langeveld. Prima beweging daar, Havar. Prachtige voetballer. En daar volkomen vrijstaand. Maar ja, dat was wel een hele moeilijke bal. Barry Powell. Osturk, die weet wat hij kan. Osturk, voorzet. Barry Powell, bijna. Hij had een schot in zijn gedachten. Ho, via de onderkant van de lat. Roald de Vries. Maar Basil Camara werkt de bal daar weg. Barry Powell, balbezit. Verliest hem weer. Oktay. Osturk schiet tegen de tegenstander op. DVS heeft nu wel alle moeite om de treffers van zich af te houden. Ik snap niet waarom ze daar niet eerder mee begonnen zijn, de treffers. Maar ja, goed. Zo gaat een voetbalwedstrijd nou eenmaal. Heiko Epe. Die daar toch die Havar probeert te volgen. Maar die is bijna niet te volgen. Soms echt heel goed spelend. Heerlijke speler. Wat mij betreft de beste de treffersman. Komt daar weer met een loepzuivere voorzet. En toch weer een kans. Komt die kans. Wordt geblokt. Oktay. Ja. En het is zover. En DVS die schreeuwt het uit van geluk. De hele bank. De hele staf. Alle spelers. Ze zijn ziels en ziels gelukkig. Hebben toch bijna het onmogelijke gepresteerd door die 1-0 achterstand weg te poetsen. En in de allerlaatste seconde, ze kunnen bijna niet meer lopen, op 1-1 zijn gekomen. En dan in de verlenging, daar kwam ene Barry Powell. Die de power in zijn wreef liet spreken. En DVS 33 schiet naar een overwinning. Een 2-1 overwinning. Een volkomen verdiende 2-1 overwinning op de treffers.